Het staatslogeergebouw van Crony staat in verval. NDP-parlementariër Joan Wilson roept de regering op om het gebouw te restaureren in haar pracht en praal. Ze benadrukte dat tijdens meerdere begrotingsbehandelingen er is gevraagd wanneer dit gebouw gerenoveerd zou worden. Echter is er tot op heden geen verandering aan het gebouw gekomen. En ook is de restauratie van het gebouw niet opgenomen in de begroting over het dienstjaar 2024. En daarom vraag ik hierbij aan de minister, zowel van OW als van ROS, om dit wel nu voor dit keer op te brengen. Reden waarom? Omdat heel veel mensen daar te werk gesteld kunnen worden. En het is heel goed voor de bijdrage aan de toerisme in Crony. Verder heeft het gebouw zelf een zeer unieke geschiedenis. Want daar is kersten begonnen in Suriname. In Crony, bij dit gebouw. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi haalde aan dat er nagedacht moet worden om de zorg over de staatslogeergebouwen te halen uit de directe sfeer van de overheid. Yogi stelt voor dat het beheer en behoud over staatslogeergebouwen worden afgestoten. We hebben hier een toerisme-raamwet goedgekeurd in het parlement. En laten we kijken hoe andere entiteiten met deze zaken kunnen omgaan, kunnen worden toevertrouwd, voorzitter, zodat we inderdaad het rendement kunnen halen wat we hebben beoogd met het opzetten van deze zaken. DNA-leden spraken vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee.